Goedemorgen! Welkom bij een nieuwe vlog. Goedemorgen, het is 1 uur. En ik ben gaat wat ik aan het doen ben. Mijn benen. Ik ben aan het verven. Amai, ik zie rood. Ik ben de trap aan het verven. Die gaat van zo donkerbruin, zoals de stijlen daar nog zijn, naar wit. En de stijlen worden ook wit. Ik heb 1 laag gedaan op de trap. Oh, wat een gedoe, shit man. Ik ben trouwens eten aan het maken. Dit is wat ik aan het maken ben. Oef, oef. Oké. Aangewassen. Ja, je ziet het niet. Ik zal het zelfs de groei laten zien. Maar het zijn aardappeltjes met paprika en worteltjes in de oven. Het ruikt wel heel lekker en ik heb honger. Ik ga eerst deze rommel opruimen. Tada! Aardappeltjes, wortel, paprika. Heel veel lekkere kruiden. En dan eten maar. Wij gaan vertrekken naar de babyborrel. Dit is mijn outfit. Kleedje is solde van de Zara. Het is wel wat gekreukt, maar zo van nog. En mijn schoenen zijn van Kenneth Cole. Dus dat is mijn outfit. Dan doe ik er nog een wit of een grijs jasje op. Voor mocht het straks koud worden. Ik ga de camera nu niet meenemen naar de babyborrel. Maar ik zie jullie straks weer. Goedemiddag. Ik ben een vork aan het zoeken. Ik had het. Ik ben al even wakker. Het is 12:30. Ik wil uitslapen vandaag, maar ja, het ging niet. Ik was wakker. Dus ben ik maar opgestaan om, ik denk 9:00 of zoiets. Ik ben naar de winkel geweest, naar de post geweest, een paar boeken verzonden, van alles al gedaan, voor het werk ook. En nu ga ik middag eten, want het is 12:30. Dat is mijn eten. Ik heb gegrilde groentjes, courgette, champignonnetjes en tomaatjes. Dan heb ik eiwitten, hier. Hier zit nog komkommer onder en baby spinazie zit er ook onder. Want ik eet heel graag heel veel en dan met die babyspinazie ben ik ook goed gevuld. En dat is toch gezond. Dus dat ga ik nu eten. En dan heb ik over een uur en een half, dus om 2:00 heb ik een trainingssessie met Jeroen, mijn personal trainer. Ik zal alle informatie van Jeroen en waar dat hij zijn trainingen geeft en zo allemaal hieronder in de beschrijving zetten. Dus dan kunnen jullie eens kijken. Hij is van Optiforma en hij helpt mij altijd met een heel gepersonaliseerd eetschema, maar ook trainingsschema. Ik doe ook wel soms het e-book, ons e-book. Ik heb dat natuurlijk ondertussen al 3 keren gedaan, dus het is een beetje stom om dat zo te blijven doen. Je kunt het wel zwaarder maken, maar ik wil ook armen trainen en zo, dus daar helpt Jeroen mij bij. Ondertussen eten. Echt honger. Nadat ik met Jeroen heb getraind, als een uur, ga ik ook nog zelf trainen in Basic Fit een uur. Dus dat is zo wat de planning. Van deze avond ga ik naar mijn ouders thuis. Die zijn op vakantie. Ik ga checken als alles daar nog in orde is en zo. Als thuis er nog staat. Wat waarschijnlijk is, maar anders had ik het al lang geweten van de buren. Dus dat ga ik ook nog doen. Dus dat is de planning voor vandaag. Ik ga zien waarin ik jullie kan meenemen. En ja, zullen zien. Hè. Terug thuis van Jeroen. Amai. Ik moest push-ups doen. Ik kan dat gewoon niet. Ik kan dat gewoon echt niet zo... Dat is zo erg. Oh, echt zo met zo'n verhoogje. En nog op mijn knieën. En nog kan ik gewoon niet goed push-ups doen. Mijn armen zijn zo zwak.
Ik ben zo zwak. Ik ga nu even een klein slaatje eten om wat proteïne binnen te krijgen. Ik heb kippenwit met fijne kruiden, tomaatjes, een halve avocado zit eronder en wat ijsbergsla. Dus dat ga ik eten, want ik heb echt honger. Maar het is, hoe laat is het? 3:50. Dus ja, het is zo stom om nu alweer een volledige maaltijd te eten. Dus ik eet iets klein. En dan ga ik nog wat video's monteren. Hotel. It's really small. I got a new pillowcase for my travel pillow because my last one is pretty disgusting. I'm gonna throw it out. And then here is what I'm really excited for. Are you guys ready for it? Muffin! Yay! Dinner is ready. Bij mij zie je echt niet eens wat het is. Maar het zijn dus zoete aardappelen in de oven met ja, een soort van burrito vulling met bonen. Paprika, tomaatjes, tomatensaus. Zo ziet de vulling eruit. En guacamole met tomaatjes. Vind je het lekker? Mm-hmm. Je hebt al een hap genomen. Want je zei het niet zo voor zoete aardappelen, of wel? Ja? Oké. En ik heb extra kaas. Als je extra kaas wilt, die staat er, hè. Oké. Goed? Ja. Smakelijk! Smakelijk. Hallo! Ik ben de vlog gisteren vergeten af te sluiten. Maar ik ben net naar de Action geweest. Eerst gaan sporten. Oh, ik wou dat ik abs had. Hoe hard ik ook duw. Geen abs. Maar ik wou even laten zien wat ik in de Action had gekocht. Ten eerste iets voor Geert. Geert had mij gevraagd om een weegschaal mee te brengen. Want Geert is een detoxkuur aan het doen. Dus we willen zijn begingewicht en zijn eindgewicht meten. Als jullie meer info willen over die detoxkuur, kan ik Geert dat wel eens laten uitleggen. Laat het mij dan onder deze video weten. Maar het is eigenlijk om gewicht te verliezen. Het is een klein beetje een crash dieet, dus ik raad het eigenlijk niet aan. Bij Geert heeft het in het verleden wel een paar keren gewerkt. Maar ik raad het toch niet aan. Maar dus, daarom de weegschaal. Dan heb ik deze mandjes meegenomen. Ik weet nog niet wat ik daarmee ga doen. Maar ik vond ze schattig. Ja, dat ding zit er nog in. Ze zien er zo uit. Ik denk iets op de badkamer met mijn make-up. Dan had ik oortjes gekocht. Maar die heb ik er al uit. Gewone grijze oortjes. Daar ben ik mee gaan fitnessen. Dan heb ik een nieuw exercise wheel gekocht. Dat is voor app oefeningen te doen. Dat ga ik boven in onze fitness leggen. Ik had er zo een, maar die is kapot gegaan. Het is een nieuw en die kostte echt 2 euro of zo in de Action. Dus ideaal. Dan heb ik nog een waterfles gekocht. Alsof ik niet genoeg waterflessen heb. Maar die dus. En dan heb ik nog elastieken gekocht, extra. Want die ik heb zijn toch niet echt heel sterk, denk ik. Dus ik heb er een paar extra van de Action gekocht. En dan heb ik dit gekocht. Creatine. Ik weet eigenlijk niet goed wat dat is. Maar ik ga dat eens aan Geert vragen. Ik heb er wat over gelezen. Maar ik wil er nog niet te veel uitleg over geven. Want ik moet zelf nog te goed weten wat het is. Maar dat zag ik staan in de Action, dus ik dacht ja. Dan heb ik ik heb trouwens 2 verschillende stokken aan. Dan heb ik kommen gekocht, maar ik heb die net afgewassen en kijk hoe mooi dat die zijn. Oh, ik vind ze echt super mooi. Dus dit zijn echt zo grote pasta kommen. Die zijn nog nat. En dan heb ik in deze kleur ook eentje gekocht en die heeft dan een ander printje van binnen. Dat zijn deze 2 pasta kommen. Die zijn best heel groot. En dan heb ik ook 2 tasjes gekocht van hetzelfde. Dus deze heeft wel een andere kleur als die, maar heeft dezelfde binnenkant. En deze heeft ook een andere kleur. En dit is de binnenkant. Oh, ik vond ze zo mooi. Ik wil er nog een paar, maar ik ga zien. Want ze hadden daar ook borden van en zo. Dus dat zou kunnen mooi zijn om alles ervan te hebben. Maar ik ga zien. Dus dat is wat ik heb gekocht in de Action nog vandaag. Ik ben nu courgettensoep aan het maken daar. Dan ga ik eten. En ik ga deze vlog ook afsluiten. Ik zie jullie volgende keer weer in een nieuwe Let's Get Getting Back on Track episode.
Noemde het zo? Ja, zo had ik het genoemd. Oké, dus tot volgende keer! I love you guys!